Ga je mee, Bram Schieken? Oh, leuk. Weer een videootje. En wat voor een? Echt niet normaal. De leukste video ooit. Oh! Met waanzinnige doelpunten en acties. Om je eigen dame zo te zien dwarrelen op dat veld. Ik vond het geweldig. Geweldig en heel bijzonder zijn ook de keepers aan twee kanten. Kort applaus. Voor een spijkerhard duel. Moet je heel even zitten? Nee. Dus je beukt lekker iedereen omver. Wel, hè? Zelfs de ingooien zijn uniek. Ja, niet normaal. En waarom dit applaus? Je gaat het zien in deze nieuwe video van de creators. Here we go. Daar komen stijlvol debutanten Gigi en vechtjas Lin. Ja, ik doe kickboksen bij Niki Holtzke en ik vecht ook wedstrijden. Wow, daar is Ilse en ook zij neemt een debutante mee. Ik ben Sam, ik ben 19 jaar, kom uit Den Bosch en ik voetbal bij FC Eindhoven, bij Ilse. Nee, geen kinderen op de camera. Nee. Nee. Geen kinderen op de camera, wel een coach. Roy. Hallo en welkom bij de vlog. En welkom in de feesttent. Welkom in zomeren. Waar het er uiteraard heet aan toe gaat en er meer dan 1000 mensen komen. Een record voor een vrouwenwedstrijd. Eigen dorp. Tegen mijn eigen volk. Echt? Ja, man. En dan moet onze ongekroonde koningin Sam een interview geven aan de lokale pers. Kijk, je hebt wel eens verkeerd. Iemand die in jouw DM slide waarvan je denkt, oh, dit is een raar gast. Ja. We doen een toto. Ik denk een toto. Toto. 20-0, wat denk jij? 25-2, denk ik. Vind je deze video leuk? Like de video. Dankjewel. Nog even een foto voor de thumbnail en dan de indrukwekkende speech van Roy. Ja. Dat was hem. Ilse is taanvoerder en Roy doet dan even gezellig aan zakdoekje leggen op het veld. Welkom weer. Super. Ja, we gaan beginnen aan een jubileumwedstrijd, de 10e. 10! Maar dan een probleem, want op deze steiger en ook op deze is de cameraman niet te vinden. Ah, daar staat hij dus. Op het dak in Brabant. Geen gekke meneer daar achter die camera. Daar komen ze en de opkomst is al een feest van deze twee hele leuke teams. Want iemand heeft een oetje op, is jarig denk ik. En de tegenstanders heeft bijzondere badjassen aan. En wie heeft Roy geselecteerd? Natuurlijk, zichzelf. En ook Laura, de vriendin van Maaike van Houten. Sam dus, Gigi, Lin, Sam. We zien Kelly van Noah, Isa, Marleen. Daarnaast Denise. Vervolgens Daphne. We hebben Rosa Maria, Marit als keepster en aanvoerster Ilse. Je wil dat er niet alleen geklapt wordt voor je, maar ook gezongen. Dan doe je gewoon dit. Dan doe je alsof je jarig bent. Ik heb nog nooit zo'n verjaardag gehad. Hey! Gigi heeft nu al een topavond en wordt dan nog een keertje gefeliciteerd. Zij hebben het prima gedaan, gaan af. Dan de twee teamfoto's. Tadje! Nog even zwaaien naar de commentator. En deze Sam is een dag voor de wedstrijd geblesseerd geraakt, maar mag wel de lokale media te woord staan. Ach, verrek. Ilse vergeet na de tos een vaantje te geven. Top aanvoerster. En er hangt een drone in de lucht en die maakt deze opnames. Dankjewel Rob Fritsen. Dit is de aftrap van die geblesseerde speelster die natuurlijk gelijk gewisseld gaat worden. Heel stijlvol gedaan. Dat verdient applaus. En oh ja, dit niet vergeten. Wil jij jouw woord nou in de video? Laat dan jouw woord achter in de comments. Leuke video's bijvoorbeeld posten onder de video. Dan kom je in de video. Dit is de eerste minuut en het begint gelijk fel, want dit is gelijk een geval van gras eten. Ilse zet druk. Ilse verovert de bal. Ilse is handig, maar de tegenstander is ook goed hoor. Dit wordt een wedstrijdje daar op dat schitterende park in Zomeren. Hier is Ilse weer. Ilse van Es gaat ze schieten. Ja, dat doet ze. En hier is de zweefsafe van die keepster. En dan de rebound en wat een flip-flap schot, maar daar gaat ze wel in. Het is binnen 5 minuten 1-0 voor de creators vrouwen. Wat een start. Laura maakt hem. Loutje, bij haar debuut, vriendin van Maaike van Houten. Deze redding is nog prima, maar dit schot is precies in het hoekje geplaatst. En via de paal 1-0 is zij gepasseerd. Ook altijd leuk, tegenstanders in de maling nemen. Laten vliegen. Sam is de piloot.
Teamgenoot Ilse kan dan niet achterblijven en komt met deze moves en skills en doe bye bye weg tegenstanders. En dit is belangrijk. Dit gaat later grote gevolgen hebben. Dit wat het kind van Noah en Kelly doet. De creators, goede aanname van de jongste op het veld. Goede actie ook van die Isa Bos. En er komt nog een bijzonderde actie, namelijk deze. Een panna deluxe van Isa door de benen van haar tegenstander. Maar dan hebben we hier Ilse. Ilse kan die gaan schieten. Ja, dat kan ze. Het is een schuiver en die keeper die heeft een niet vast, maar oh, die krijgt dan de bal hard tegen de hoofd geschopt, zeg. Door Sam. En dan moet er heel snel verzorging komen. En moet ze naar de gebitsprothese zomeren, want ze krijgt deze rebound hard op de tanden. Daar, auw. Zo zeg. Gelukkig is er snelle en stelvolle verzorging daar onder Eindhoven en kan die keepster verder. En kan zomeren richting eerste kans. Hoppa, gras eten weer voor Niezen. En deze nummer 10 is Evi. En dat is een van de beste speelsters van zomeren. Het eerste vrouwenteam speelt trouwens landelijk daar. Denise van Dijk ging viral op TikTok met Celine met de beenvegen en wordt hier zelf tegen het gras gebeukt, zeg. En hard ook. Zo hard dat ze naar de kant moet. Ja, het is alleen je lip gelukkig. Je hebt geen kapotte tanden. Ja, niet, nee, het is je tand door je lip. Dat betekent je moet even goed spoelen. Gelukkig kan ze door. Het is een harde en komt hier de volgende aanval. Dit is een geweldig paasje hoor van Denise op Ilse. Ilse die geeft een breed op Sam. Dit is dé kans voor Sam en weer tegen die keepstrop. Ja, dat was echt zo net niet, hè? Maar dat was met links. Dat is waar en ze is voor de duidelijkheid rechts. Dus heel goed geprobeerd wat een geweldige redding zeg. Van Janne. Maar die aanval loopt door. Hier die jongste van het veld. Hier hebben we het schot van Denise. En die raakt hem een beetje, zoals die mini-zeel daar aan de zijkant van het veld. Zo. Dan Sam. Die heeft wel een heel goed schot in de benen. En oh, op de lat. En oh, over de lijn. Ja, over de lijn in het doel. Wat een waanzinnig mooi doelpunt, zeg. Not a player voor de bench. Creators regelt dat goed. Dat Manny, de stagiaire, snel het veld in redt om dit soort heerlijke beelden te kunnen maken. Wij doen altijd doelpunt van het jaar. En ik denk wel dat hij genomineerd gaat worden. We gaan het zien. Lijkt me wel, want wat een wereldgoal is dit, zeg. Van ver, heerlijk. Zo over de keepster en net onder de lat. Bam, bam, bam. Take that, Zomeren. Maar Zomeren heeft een strijdteam en hoppa, daar gaat Denise weer. Zo, die gaat er lekker bij zitten. Opnieuw. De creators in een heerlijke wedstrijd met een fantastische ontknoping en een fantastische actie van Ilse. Dan ook nog de voorzet, jawel. Dan ook nog Isa met het schot. Nee, dat niet. Maar wel een fantastisch mooi applaus in de 20e minuut voor Luc Engelen. Bijna 20 geworden, grote vriend van het team en van de club die helaas veel te vroeg is overleden. Zeer, zeer indrukwekkend dit applaus voor hem en zijn familie en vrienden. Dan even een adempauze. En dan moet er een start gevlochten worden. Ja, die zit goed. En we kunnen door met de aanvoerster van Zomeren. Nine, die Kelly zo eventjes laat schrikken. Vervolgens Ilse met weer een onnavolgbare actie. Dan het schot, eentje zoals haar teamgenoten. Nou, nou, die valt op de paal zeg. Formidabel. Kabloinkie mooi. Dit schot, die dames van Eindhoven laten zich zien hoor. En Roy ook, die doet even tussendoor zijn pingwinggooi. Het kan ook stelvoller, namelijk zo. Halverwege de tweede helft. Hoekschop, creatorsvrouwen. De kopbal is prima. Goed een beetje geleund op de tegenstander. Start goed en door. Daar scheelt niet veel. Deze kopbal van Daphne. Zomeren bestaat 80 jaar. Vandaar deze wedstrijd en deze feest. En daar gaat Denise weer. Ze moeten haar wel hebben. Vervolgens een hoekschop. En dan mag Isa zo op de rug van Ilse. Gaan ze dan ook koppen met z'n tweetjes? Nou, het was wel een heel klein sprongetje. Let op, om die bal proberen te raken. Maar dan is dat toch wat te lastig. Leuk geprobeerd. Ilse. Ilse van Nes. Ilse met de moves, met de schijnbewegingen. En ja, dit is geweldig. Wat een paaspaas is dat. En dan ook bijna het doelpunt van Isa. Maar deze redding is goed. En buitenspel. En zelfs vlaggen doen ze daar stijlvol. Oh, dit is ietsje minder stijlvol, maar heel slim laten lopen. Dat was natuurlijk het idee. Daar hebben we Denise, dus gaat er iemand onderuit. En nu fluit hij weer voor een overtreding. Het is een harde wedstrijd. Het is een goede wedstrijd. Het is een leuke wedstrijd. Het is een kans hier. Het is een grote kans voor Daphne. En wat een raket was dat. Hard tegen de hekken. Van dichtbij. Kon die keeper niet meer op reageren wanneer die tussen de palen was geweest. En daar gaat ze weer. De sterspeelster, de aanvoerster. Ilse schuift hem voor en daar is de vriendin van Noah Zeel met de kans. En zij zegt dan even jullie gedag. En dan gaan we verder met de slotfase van de eerste helft.
Veel fans dus op de tribune. En dan ineens dit. Wat debris is dat? Had het idee dat er iemand in de rug zat misschien. Dus hoekschop. En dus gevaar. En dus een kopbal of een schot. Nou, allebei niet. Maar nog in balbezit. Een keertje schieten misschien. Daphne. Marleen. Ja. Ja. Doelpunt ook. Let's go. 0-3. Voor de creatorsvrouwen. Lekker. Heel lekker. Het lijkt een makkelijke avond te gaan worden. Met een nadruk op lijkt. De keepster zit er nog aan met de handen. Maar daar is de derde. Zij heeft nog de nul trouwens. Keepster Marit met Noah aan de kant. En die heeft in 7 jaar de nul niet gehouden voor de creators mannen. En au, die wordt in het gezicht geschoten. Of was het een hand? Ja, er gaat toch een hand de lucht in en eentje ter bescherming. Maar er wordt geen strafschop gegeven. Geen strafschop voor de creators. En die keepster van hen heeft een bijzondere manier wat de Fanta van uitschieten. Zij vinden het prachtig. Er gebeuren gekke dingen. Er gaan nog veel meer gekke dingen gebeuren. Hier is Ilse weer. De voorzet. En daar is bijna het doelpunt van Kelly. En hier is ook bijna een doelpunt. Weer lat geraakt. Ilse. Die zit niet. Maar wat een kansen voor de creators, zeg. Dit schot is fantastisch van, ik dacht, Denise. Correct me if I'm wrong. Hier een misverstandje in de verdediging. Hier komt de eerste serieuze kans voor zomer. Hier komt het doelpunt. Niet. Want Isa weet de paal te raken. En bijna iedereen aan de kant hoopt op een doelpunt voor zomeren. Bij hun jubileum. 80 jaar op deze bijzondere avond. Goed de bal afgeschermd. Goede actie weer van Ilse. Ilse gaat ze het zelf doen. Ja, ze gaat het zelf doen. En die keepster, ja, nee, ja, ze heeft hem klemvast. Dat schot van Ilse met een schitterende ondergaande zon daar links in beeld. Ook belangrijk. Daar weer die manier van uitschieten van hun keepster. Zij zijn eraan gewend geraakt. Maar heb jij ooit zo'n manier van uitschieten gezien? Het is bijna rust. De creators spelen een hele aardige eerste helft. En dit is de kans voor Kelly. En oh, die schiet hem ook tegen het gezicht van die keepster. Ilse. Met een voorzet. En dan Kelly, die deze misschien wel een beetje links in het doel had kunnen schieten. Maar nu de keepster raakt. Ik vind het, ja, het is eigenlijk knapper dat ze zo... Dan dat, ja. Ja, keepster uitschakelen in plaats van scoren. Dat is ook een manier om te winnen. Beetje hoofdpijn nu. Ja, zat wel een oog. En weer zijn de zorgen voor die arme Janne, want hoofdblessure en Kelly? Ja, ze schiet wel raak, maar op het hoofd. Er komt verzorging voor die keepster en Kelly doet een belofte. De volgende keer gaat hij erin, jongens. Echt waar. Het gaat goed met haar en het is rust. 3-0 toch? 3-0. Goal van Sam. Echt niet normaal, maar ja. Volgende keer moet ze ook meedoen, hè? Nee, ja. Vind ik van niet. Ja. Nee. Ja. Lekker rennen en een beetje kijken. Top. We hebben allebei het hoofd van de keeper geraakt en dat was niet de bedoeling. Wat denk jij? Nee, laat mij niet buiten. En dan ga ik 1 minuut het veld op. Ja. De tweede helft gaat bijna beginnen. Eerst nog wat foto's voor de thumbnail. Eerst nog even proberen de wave te beginnen met het publiek. Het lukt niet helemaal. En dan de tweede helft. En wat voor eentje. Oh, eerst gelijk maar een panna de luxe. Deze. En direct daarna gebeurt dit. Begin tweede helft. Goed dan. Gigi Adam heeft een vriendin meegenomen en die komt wat later op het veld en wordt dan zo, nou niet getackled, het is een zwalbe. Maar wat een klap zeg, wat gebeurde er? En ik wil een huppel maken en ik ga vol onderuit. Hey, schat. Kun je de been vegen? Ja, nee. De vader van Gigi kent hij. Dat was een profspeler bij ADO, een keiharde. Nee, maar dat was zwalbe. Ja. Zag je het? Ja. Kan alleen bij creators. Wat een moment. En dan wordt ze overeind geholpen. En dan wordt ze ook nog uitgelachen door haar vriendin. Die dochter dus van die Adam, ex-ADO Den Haag. 0-3, 48e minuut. Wat een doldwaze eerste 3 minuten van de tweede helft. Wordt er dan ook nog gelijk gescoord door Zomeren. Nee, goede redding. De nul staat nog. Marit redden op de inzet van Evi, de hoekschop. En nou zit hij er wel in. Wow, wat een goal zeg. En wat een vreugde. 1-3, zo door hun nummer 4. Door Shakira. Zo heet ze echt. En wat een heerlijke vreugde. Het is maar de 1-3, zou je kunnen zeggen. Maar scoren tegen de creators, dat is natuurlijk een doel. En ze krijgt hem perfect op haar lange bovenbeen. En dat betekent niet de nul dus. Ja, we gaan gewoon door. En dat gaan ze zeker. Ondanks dat er nu 1-3 staat. Door. En hoe?
Wat een tweede helft gaat dit worden. Kijk eens naar dit gebeuk. Het is een hele intense strijd die nog intenser gaat worden. En Kelly krijgt daar weer een kans, maar prikt hem zo net naast. Ilse, op Loutje. Mag ik Loutje zeggen, Maaike? Loutje. En dit is een strafschop, 100%. Maar wordt niet gegeven. Nou, oordeelt u zelf. Lijkt me er eentje hoor. 1-3, dus nog steeds spannend. En dan deze geweldige actie daar van achteruit bij de creators. Aan de voorkant staat Ilse, die zegt hij komt eraan hoor, die voorzet. En hij komt er inderdaad aan. Hij wordt niet geraakt, door Kelly ook niet. Het is een flapperschot van Kelly, die wel de kansen krijgt. Maar het is wachten op haar doelpuntje. Model, maar ook modelprof, dus blijft ze gaan. Dan hebben we hier weer een flinke overtreding van Lin. In dit geval. En onze stagiaire ziet een leuk vogeltje zitten daar in de boom om te filmen. Helaas geen beelden van ontvangen. Wel, paradijsvogels op het veld. Deze Evie. En de redding is daar geen 2-3. Dus een hele belangrijke. Hier nog een keertje de uitrap die steeds beter wordt aan de kant van Someren. Blijft bijzonder. Sowieso een aparte die Janne. Wel keepster van een sterk team, een strijdbaar team, dat hier op 2-3 komt. Glits in de goal, een hoekschop die er in één keer in gaat. En het is die Evie, ja die heeft een goede trap, het is niet helemaal toeval, die hem dus zo inschiet. Marit verkijkt zich een klein beetje op die hoekschop en dus dolle vreugde bij deze dames. 2-3, duim omlaag, zij gepasseerd, we hebben een wedstrijd en zij gaan zelfs als collectief over de middenlijn terug naar hun eigen helft. Halverwege die helft, halverwege de tweede helft is dit Ilse met een schot dat maar net naast gaat. Hoeveel scheelde het? Zoveel scheelde het. Kiep ze dus nog met een handje, maar geen hoekschop gegeven. Daar de harde kern van Someren. En hier Someren met de rechtsbuiten met nummer 69. Die snel is, die grote stappen heeft, maar uitstekend verdedigd door Dici heeft een probleem. Ja, duw, ik ga niet. Vind je het leuk, hè? Ja, zo goed? Weet je. Breng er gewoon, hè. Kramp. 60 kilo, schoon daarna. 60 kilo, man. Vind je het zwaar? Ik heb nog nooit 60 kilo gewogen, heel bij mijn geboorte. En dan waar het allemaal om gaat. In actie voor het Ronald McDonald Huis. En daarvoor is opgehaald het bedrag van €5.500. Fantastisch. En ook heel mooi dat ze dit vervolgens delen met het publiek aan de kant in de 70ste minuut. Ze laten die check nog eventjes zien aan het publiek dat dit mede mogelijk heeft gemaakt. 20 minuten nog en de dames van de creators staan er nog eventjes na te praten. Maar zij denkt, ja, ik ga gewoon door. En waarom niet? Is dit dan de 3-3? Ja, dit is de 3-3 gemaakt door de aanvoerster. De hele slimme en goede Nine Dominicus. Maar telt hij wel en let op de roze lucht in creators kleuren hierachter zo. Ik heb even een vorkcheckje gedaan. Was het niet, Hij keurt hem af, dus staat er weer 2-3 op het scorebord. En moeten de creators dames nu echt aan de bak? Willen ze die 3-0 voorsprong niet verspelen? Hier komt het schot en die keepster heeft hem maar half. Het is 4-2, golazo. Marleen maakt hem. Dat zou het zijn, hè? Kom op. En het doelpunt blijkt als bonus ook nog gefilmd te zijn vanuit deze steiger. Oksana, zij is er blij mee. Dan ook nog maar een slow motion van de schuiver waar die keepster alleen een been half tegenaan krijgt. En zij viert het dansend. Heerlijk. 4-2. Creators. Daar is Ilse. In duel met Shakira. Die is een stuk langer, maar Ilse wint het duel en schuift hem erin. 5-2. Ze lopen ineens uit, zeg. Ik kan toch scoren. Het blijkt wel. Ik hoop dat mijn trainer er zit. Jazeker, die gaat ongetwijfeld zien dat Ilse kan scoren. Het waren er 5, hè? Ja, het waren er 5 en ook dit doelpunt is gefilmd vanuit deze hoek. De creators lopen ineens weg en zij troosten nog de keepster van de tegenstanders. En zij blijft maar dansen daar links achterin en schreeuwen. Dan op de brommer is onze Marco en die weet wel veilig over te steken. Hier komt Someren, hier komt een duwende rug en hier is bijna een eigen doelpunt. Rosa Mol door die set. In de rug. De slotfase met hun aanvoerster die schiet. Dan wordt hij geblokt. Is hier de herkansing. En is hier het schotje van Kim Kanters. 83ste minuut. Geweldige actie. Overgestoken. Achtervolging.
Paas, niet aangenomen, want afleiding. Daarboven, papa, Noah en Roy de coach die nog even zijn skills wil laten zien. Bij deze. Aan de andere kant van het veld uittrappen doe je zo, ze komen steeds verder. En Noah is wat vergeten, zijn kind, vandaar dat hij even terug moest. En daar een panna! Nina pakt Sam. Ja, die Nina kan echt op hoog niveau mee hoor, denk ik. Hier komt Zomeren weer. Die willen wel een derde maken. Dit is een mooie strijd. En hier komt hij. Hier is hij. Het is de 3-5. Doelpuntenmaakster. De nummer 7. Isa van Lieshout. En ook zij filmen alles. Bijna alles. Klein foutje daar achterin. En auw. Er staat nog iemand op een teen. Maar 3-5 staat op het scorebord. 3 keer gepasseerd. Hij blijft staan. Gaan jullie ook gewoon toe zitten kijken? Ja, ja zeker. Allebei! Nummer 4! Maar ze is net zo hard als haar vader en gaat dus door. En dan een zitactie van Ilse. Het is onbekend waar ze tegen protesteert daar. Maar een heerlijke zitactie van Ilse van S was dat. Slotfase wedstrijd met de schuiver naast 4-5 zou een ongekende slotfase betekenen. En dan Isa met deze bijzondere ingooi. We zien allerlei bijzondere momenten. Niet alleen uittrappen en ingooien. Deze voorzet gaat uit de kampaal. Werd laten gaan. Maar wat een ingooi is dit van Isa Bos zeg. Mag dat zo? Auw, dan ook nog dit. Hard in de onderbuik geschoten. Maar ook zij gaat door. Het zijn wel keiharde dames die op het veld staan hoor. En prima speelsters. In een heerlijke wedstrijd. Met hier de slotfase. Hier een paas. Dit is blijkbaar geen buitenspel. Nee, want daar staat nog iemand. Dus komt hier de 4-5. Niet. Isa had weer kunnen scoren. Maar de dames staan op omvallen. In de slotfase van de wedstrijd. Buitenspel. Zij niet, wordt er geroepen. Nou, dan is hier dan de 4e doelpunt voor Zomeren. Nee, de redding. En dan is het denk ik wel tijd. Ja, het is tijd. Er wordt afgefloten. De Creatorsvrouwen winnen hun 10e wedstrijd met 5-3 in Zomeren. Vier een feest en ga zeker luisteren naar de interviews. Zij wil een hand, maar krijgt hem niet. Dan maar daar van Ilse. Interviews bijzonder. Blijf luisteren. Nou, top wedstrijd. Was superleuk. Het gaat eerst over muggen. Oh, mug. Mug. Meisje. Ja, die is waar. Ja, joh. Ik ben helemaal moe van al die muggen. Ja, dat doe ik voor jou, hè. Dan kan jij, kan jij leuke filmpjes maken van mij, van ons. Die muggen, kijk, zie je muggen? Ja, dag, dag. Ah, is dat jou? Nou, zullen we maar... Ja, we gaan hier gauw weg met die muggen. Ja. Er zat er echt geen vol op jouw voorhoofd. Ik weet niet of Edward het heeft, anders gaat hij inzoomen. Die muggen, kijk, zie je muggen? Ja, dag, dag. Die muggen, kijk, zie je muggen? Ja, dag, dag. Ja, ja, de muggen ziften, man. Ook. Ja, is dat op je hoofd? Hij heeft zoveel muggen. Dit is niet normaal. Zo. Ja, ga door. Ja, staat alles. Ja? Dat is niet normaal. Is het echt voor de mug of niet? Ja. Oh, ik heb alleen maar om me heen staan slaan. Dus ik ben ook wel een beetje bang voor een compilatie van Kung Fu Panda. Dat zijn citronella glazen. Citronella? Ja. Klinkt als eten. Ik heb honger. Kom maar, hallo. Oh, nee, geen interviews. No interviews, please. No, Oi. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Het was een leuk debuut. Dit is wel mooi en dit voelt lekker, hè? Welkom bij debuut interview. Ja, dankjewel. Ja. Dik verdiend. Oes. In de douche. Wat vond je van mama? Nou, vond je mama goed? Heel goed, heel goed. Player of the match. Niemand minder dan Gigi. Echt? Ja, ik denk dat ik de vorige keer wel bij ben. Ik vond het heel leuk. Daarna word je op de platte kui rondgereden door heel Zomeren. Wat gaaf. Ja. Ho. Kan Moos al meedoen met de junioren? Ja. Lady of the match, player of the match. En dan word je hier rondgereden door heel Zomeren. Daar gaat ze. Nee, op zich gaan mensen niet naast mij, langs mij. Gescoord. Die was 2 keer. Als jij nou die beker even vasthoudt, die grote, die zit voor mijn neus. Ja. Ja. Heng. Top. Ja. Oké, okay, ik heb er een oude van. Vergeet niet te abonneren. En een duimpje voor deze video te geven. Cheat, we vallen om. We vallen. Oh. Waar is die rem? Shit. Daarnaast! Ja, recht op de camera of daar? Waar recht op de camera? De camera, daar. Wij kennen ook zo goed zingen. Oh. I believe I can fly. I can drive. Ja. Nou. Afronden. Ja. 24e is Jason erbij, is Kik erbij en is Chuck erbij. Boerhaam gaat erbij meedoen. Echt? Ja. Waarom is Kik? Ja,
Tot over 2 weken. Like en abonneer. Bedankt voor het kijken. Doei. Het zit er weer op. Ah, ga ik hem meenemen. Het is klaar. Einde wedstrijd. Creators hebben gewonnen. Bedankt voor het kijken en de groeten. En dan nog iets met lang en onrustig en met... Tussenstopje. Bij XXL Nutrition. Want je hebt een nieuw pand. Maar het is niet zomaar een pand. Dat is ook echt een XXL pand. Ook gewoon. Siro, lekker geen suiker. Kaart, ik zou zeggen, gefeliciteerd met het nieuwe pand. Kijk zeker ook naar deze hilarische video.